Wist jij dat je bedroll kan craften in Minecraft? Het enige wat je nodig hebt is een bed. Hoezo heet dat anders bedrock? Ja, het tweede woord is natuurlijk rock, ofwel stenen. Dan doen we het bed namelijk in het midden en leggen we daar 1, 2, 3, 4 omheen. Heb je bedrock? Deze TikTok live hack werkt echt. Ook zijn er TikTok live hacks waar je een mini nether portaal kan maken. En zelfs een hackerpistool. En wij gaan testen of dit echt gaat werken. Wist jij bijvoorbeeld dat als jij op het duimpje omhoog drukt, je de kleine kans hebt dat die verandert in goud? De kans is echt super klein. Dus doe het snel. En abonneer hier beneden. Abonneren is gratis. Dit is het recept voor een mini nether portaal. Maar wacht. Klopt dit wel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waarom mist er daar een blokje? Oepsie. 1 blokje obsidian mist nog. Ja, dat had ik door. Succes met zoeken. Meen je dit nou? Moet ik nou helemaal 1 blokje obsidian zoeken? Hoe moet ik dat ooit doen? Dat is zo moeilijk om te vinden. Ik zie er wel een kistje bij staan. Zit daar niet gewoon een blokje obsidian in? Nee. Wat er wel in zit, zijn heel veel steaks, een diamond pickaxe, een bucket met water en torches. Wacht eens even. Willen ze nou dat ik de mijn in ga op zoek naar 1 blokje obsidian? Oh, dit gaat zo lang duren. Hallo, is hier ergens lava? Ik zie wel een schaap. Oké, we moeten deze plek goed, maar dan ook goed onthouden. Gelukkig heb ik genoeg eten bij me. Daar ben ik wel super blij mee, maar ik zie hier een village. Als er in deze village een blacksmith zit, zou er best wel eens obsidian kunnen liggen. Als dat zo is, hoef ik de mijn niet eens in en ben ik veel sneller klaar. Alsjeblieft, zeg dat er een blacksmith is. Hallo? Is er iemand? Hallo? Ja, vooral een blacksmith. Ik begin de hoop een klein beetje op te geven. Ik zie hem namelijk niet. Oh, wat stom. Dan moet ik echt op zoek naar lava en naar obsidian. Wacht eens even. Zie jij wat ik zie in de verte? Ik zie een mega nether portaal. Als ik van dat mega nether portaal 1 blokje weghak, dan kan ik toch gewoon de mini nether portal maken? Laten we het gaan proberen. Dit is zo perfect. Er staat daar letterlijk obsidian. Ik hoop dat ik de weg terug nog wel weet. En ik heb honger. Tijd om te eten. Oké, eerst moeten wij deze berg opkomen. Au! Hey, jij bent heet! Vind ik niet fijn. Oké, hier naar boven. Oh, kijk. Au! Ik dacht dat dat de lava was. Oh, een kist! Wow! Een Silk Touch Golden Axe. Dit zijn best wel goede dingen. En we hebben hier allemaal obsidian. Oké, laten we dit maar gewoon gaan hakken, denk ik dan maar. Oh, maar dit duurt zo lang. Maar er staat ook Crying Obsidian bij. Ik denk niet dat we Crying Obsidian moeten hebben. Ik denk dat we gewoon een normale moeten hebben. Zal ik er anders 2 voor de zekerheid meenemen? Ik bedoel, straks hebben we er meer nodig. Dan moet ik helemaal opnieuw lopen. Daar heb ik niet zoveel zin in. Kom op, dankjewel. Oké. Ga ik deze duik wagen? Ja, ik ga het doen. 3, 2, 1. Oh! Oké, ik leef nog. Nu weer de weg terugzoeken. Ik heb zoveel geluk met de dingen die ik ben tegengekomen. Maar ik ben echt benieuwd of dit werkt. Ik heb namelijk nog nooit een mini nether portaal in mijn hele leven in Minecraft gezien. En een netherrack, die hebben we niet meer nodig. Weg ermee. Deze kippen hebben allebei een ei gelegd. Oké, dan krijgen jullie allebei speciaal van mij. Dat rijmt. Wat eten. Kom maar hier. Kijk, die is voor jou en die is voor jou. En heel misschien komt er ook nog een babykuikentje uit het ei. Oké, dat niet. Maar ik heb wel hier een babykuikentje. Hallo! Ja, hij wil ook wel wat eten, hè? Je ziet er hongerig uit. Die is voor jou. Dan kan je lekker groeien. Oké, welke kant moest ik ook alweer op? Je gaat me nou niet vertellen dat ik nu al de weg kwijt ben, hè? Ik denk dat het die kant op was, aangezien ik daar een bos zie. Hallo, moet ik hier zijn? Hey, nog een ei. Oh, daar kwam ook geen kuikentje uit. Ja, hier is het. Laten we dan maar gelijk alle blokjes obsidian erbij pakken. Die, hoppakee. En deze heb ik nodig. Perfect! Dan kunnen we hier nu namelijk alles in de crafting table gooien. En als ik me nog goed herinner, stond deze in het midden met allemaal blokjes obsidian eromheen en... Oh nee. Dit werkt serieus! Een pocket portal heet het. Maar wat doet dit dan precies? Laten we hem hier neerzetten. Ik vind dit er wel een mooi plekje voor. Oké, wordt deze groot? Oh, hij is mini! Wow! Kijk nou hoe klein die is vergeleken met dat ik ben. Maar pas ik er dan wel in? Laten we het proberen. Ik ga gewoon een beetje bukken. Oh, het werkt. Het werkt. Het werkt. Het werkt! Wow! Waar ben ik? Waar ben ik? Hallo? Is er iemand? Oh. Ik ben in de nether. En dit portaal is mega. Het is gewoon gelukt. Oké, snel weer weg hier. Ik vind het hier een beetje eng. Doei, nether. Maar hoe kom ik nu weer uit het mini portaal? Oh, gewoon zo dus blijkbaar. TikTok lifehack 2 werkt ook. Dan is het nu tijd voor de volgende lifehack. En dat is iets met cactussen. Dit doet me heel erg denken aan een helm. Dit heeft namelijk gewoon de vorm van een helm. Maar betekent dat dan dat je een helm kan maken met cactussen? Laten we het proberen. Ik heb dat namelijk nog nooit geprobeerd eigenlijk. Je kan niet zo heel veel craften met cactussen. Maar een helm, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Wat? Dat kan! Een cactus!
liefdeshelm. Dit is zo cool. En er zit Thorns 5 automatisch op. Dat betekent dat als iemand mij slaat op mijn hoofd, die zelf super hard teruggedamaged wordt. Laten we hem opzetten en kijken hoe die me staat. Ik krijg hem niet op mijn hoofd. Deze werkt dus een soort van. Ik kan hem craften, alleen niet opzetten. Ik geef de cactushelm een 5,5. Het is tijd voor TikTok live hack nummer 4. In nummer 4 maken wij een speciale hackers gun. Dit klinkt super raar, maar wat we nodig hebben zijn 2 stukjes iron. Dus die pak ik erbij. 2 stukjes bedrock, die je blijkbaar dus gewoon kan craften. We hebben een potion nodig. We hebben... Wat is dit? Een lightning rod nodig en een touwtje. Als ik deze namelijk op een bepaalde manier in de crafting table leg, dus zo, zo en zo. Wow! Dan krijg je inderdaad een hacker gun. Dat werkt? Wat kan je allemaal met een hacker gun? Oké, dit ziet er wel heel gevaarlijk uit. Oké, zie je die koe daar? Let op. Wat gaat er gebeuren? Al gebruik ik de hack. What? Sorry, koe. Wat is dit? Hoezo kan ik spinnenwebben schieten op koeien? Wat gebeurt er bij het schaap? Oh, nee. Oh! Sorry. Denk ik dan maar. Elke keer gebeurt er dus wat anders. Oh, nee. Even wachten. Ah, voilà. What? Dat was bliksem. Dit is zo cool. Oké. Bam. Dat deed niet zoveel. Wat doet dit? Oh, nee. Waarom zweef ik? Oh, nee. Oké, daar gaan we niet meer heen. Hallo, waarom is het zo donker? Want nou doe ik dit zo. Bam. Oh, nee. Ah. Oké, ik zweef er. Ik raak niet de grond aan. Ik ben nu niet aan het springen. Oh, dit is eng. Hallo, mag het licht aan? Hallo. Tijd om het schaapje daar aan te pakken. Well, ja. Kijk, je ziet het schaap zweven. Dat is zo cool. Allemaal zweven ze nu. En dan nu dit. En dan even wachten op de cooldown. Wow. Oké. Wow. We kunnen ze dus laten exploderen. En nu staan er weer allemaal spinnenwebben. Dit is zo apart. Schaapje daar. Schaapje weg. Sorry. En dan nog één keer daar. Wow. Wat? Oh nee. Giftige spinnen. Pak aan. Oh nee. Ze kunnen natuurlijk gewoon door spinnenwebben. Hier. Oh nee. Vangen. Auw. Oh nee. Ik heb mijn hacker gun nodig. Ah. Goed zo. Dankjewel, bliksem. Kon ik mijn helm nu maar opzetten? Dan had hij namelijk zichzelf gedamaged in plaats van mij. Die andere spinnen moeten ook dood. Kijk, ze allemaal rondjes draaien. Oké, daar zitten er nog een paar. Auw. Oké, hier moeten we niet al te veel in de buurt komen. Sorry, koe, dat jij nog vast zit. Maar ik geef deze lifehack een 10. Het is tijd voor de laatste lifehack. En voor de laatste lifehack heb ik honger nodig. En ik heb net gegeten. Dus ik moet mezelf even damagen. Oh nee. Niet alle spinnen hier. Oh nee, niet allemaal. Oh nee. Ja, goed zo. Volgende. Bam. Weg ermee. Pin, wil je mij een keertje aanvallen? Oh, ze zijn helemaal vergiftigd volgens mij. Oké, dan maar zo. Krijg ik nu damage? Oh nee, ik krijg geen damage. Oh nee. Ah! Oké, nu krijg ik wel damage. Dan moet ik er toch wel eten vanaf krijgen, lijkt mij. Ja, oké, ik heb honger. Dat is perfect. Wat ik nu namelijk kan doen, is ik kan hierop staan. En als het goed is, als sta ik hierop, eet ik een koekje. Gebeurt er iets super raars? Laten we het maar proberen in 3, 2, 1. Oh nee. Wow, wat ben ik? Oh nee. Ik ben een engeltje. Ik ben alleen wel vergiftigd door die spin. Oh, die stomme spin. Maar ik kan super hoog springen, blijkbaar. Kan ik deze ook nog gebruiken? Oh ja. Dit zie je... Oh nee, ik heb mijn wapen laten vallen. Maar dit is zo cool. Ik hou van koekje. Dit was het einde van deze video. Klik op een van de 2 video's die hier naast me kunnen zien staan. En abonneer hier beneden. Doei!